zaterdag 19 oktober 2013. In het Vlaams parlement wordt alles in gereedheid gebracht voor de tweede editie van het Festival van de Politiek. Een groots opgezet open deur weekend met en in aanwezigheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Aan het begin van een nieuw politiek werkjaar is het voor bezoekers een unieke kans om eens achter de schermen van het politieke bedrijf te kijken. Al is de timing volgens parlementsvoorzitter Jan Beumans eerder toevallig gekozen. Ja, waarom is dat nu in oktober? Het had misschien even goed in de zomer kunnen geweest zijn. De datum, dat is eerder toevallig. Maar we doen het eigenlijk vooral om het toch een beetje te laten zien dat dit een laagdrempelig en een transparant parlement is. Met andere woorden, dat je hier best mag weten wat hier gebeurt. Een van de vele hoogtepunten op het Festival van de Politiek zijn de vragenuurtjes in de koepelzaal. Bezoekers die dat willen, mogen voor één keer plaatsnemen in de stoelen van de volksvertegenwoordigers. Net als tijdens de wekelijkse plenaire zittingen kunnen ze een vraag stellen aan de ministers, die voor de gelegenheid vervangen zijn door parlementsleden van de verschillende fracties. Komiek Bert Kruisman zorgt tussendoor voor een vrolijke noot. Ook het Vlaams parlement en de parlementsleden zelf worden door Kruismans op de korrel genomen. Maar dat betekent niet dat hij geen respect heeft voor het politieke ambt. Integendeel. Ik heb enorm veel respect voor politici die hard werken. Dat doen ze niet allemaal. Maar ik denk de mensen die hier vandaag aanwezig zijn en die de moeite doen om op zondag naar hier te komen om die vragen te beantwoorden, ik denk dat dat wel goed meevalt. We zien niet alle Vlaamse volksvertegenwoordigers hier opduiken. Dus zoals op vele andere plekken in onze samenleving zit er wel wat kaf tussen het koren. Maar de mensen die hard werken, daar heb ik veel respect voor. Want het is niet evident en je ligt constant onder vuur, onder andere van mensen zoals ikzelf. Bert Kruismans is ook erg onder de indruk van de politieke kennis van de bezoekers, zo blijkt. Er zijn wel wat mensen bij die zeer goed geïnformeerd zijn. En je hebt natuurlijk altijd mensen die met hun persoonlijk verhaal komen. Hè, van ik heb een probleem met mijn huis en niemand doet er iets aan. Maar je hebt ook mensen die het echt vanuit de sector bekijken en die mensen die mij vertelden dat ze alle verslagen van de bevoegde commissie lezen. Ik denk dat ze dat dan misschien meer doen dan sommige politici. Dus mensen die echt zeer goed op de hoogte waren en die het dossier soms beter kenden dan de politici aan wie ze de vragen stelden. Maar het festival heeft nog meer te bieden dan vragenuurtjes alleen. Wat ook wel goed is, vind ik, is dat men een aantal commissies een aantal debatten organiseren waar de burger kan aan deelnemen, waar een aantal specialisten voor uitgenodigd zijn. En voor de rest zijn er een aantal andere leuke dingen. Dus mensen krijgen hier rondleiding, mensen kunnen rondleiding doen in Brussel, kunnen een stukje kennis maken met Brussel, maar vooral kennis maken met het parlement. De rondleidingen in kwestie nemen de bezoekers ook mee naar de kelders in het huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, in het voormalige Postcheckgebouw. In die bunkers konden tijdens de oorlogsjaren zo'n 3000 mensen schuilen. Vandaag is hier een groot deel van het parlementaire archief in ondergebracht. Kijkt u vooral goed om u heen naar het gebouw. Het is een fusie tussen oud, tussen beschermd en dan nieuw. Want waar we konden, hebben we volle bak nieuwe elementen erin gebruikt. De rondleiding vind ik dat hier zeer, zeer geslaagd en zeer schitterend. En het roept heel wat herinneringen op voor mij, maar ook voor de mensen die het niet kennen, geeft men toch een zeer goed beeld van wat hier gebeurd is en wat men gedaan heeft. Dus u ziet het nog live, neem er een foto van, want dan verdwijnt het en zal het alleen nog virtueel bestaan. Ja? Tijd om de innerlijke mens te versterken. Onder het kunstwerk De Sequence van Arne Ginze kunnen de bezoekers hun honger stillen aan tal van eetkraampjes die Vlaamse specialiteiten serveren. Vooral één gerecht in het bijzonder blijkt een schot in de roos te zijn. Frieten met mayonaise. Dat is onze Belgische trotsfrietjes. Dat is een Belgisch product. En ik vind dat lekker, af en toe, niet te veel. En mevrouw, is het lekker? Het is heel lekker. We zijn pas aangekomen en worden al druk bediend met frietjes. We hebben bijna alles geprobeerd. We hebben de soep geprobeerd en het was allemaal heel lekker. En nu, het is ons laatste bonnetje, we hebben besteed aan de frietjes. Met een volle maag kunnen geïnteresseerden hun politieke ontdekkingstocht verder zetten. In de leeszaal bijvoorbeeld, waar Ken en Jurgen van de informateurs aan de hand van korte interactieve lezingen proberen aan te tonen dat politiek niet per se saai of ingewikkeld hoeft te zijn. Een boodschap die hier duidelijk aankomt. Ja, we stellen af en toe een vraag aan het publiek en we merken wel dat de meeste mensen echt wel op de hoogte zijn van de actualiteit. Ik denk dat je ook al een beetje interesse moet hebben om naar hier te komen natuurlijk. Als we zo'n foto laten zien van Jean-Luc
de hanen. En we vragen naar zijn meest bekende quote. Dan weten de meeste mensen wel dat dat geen commentaar was. Dus die is wel groot. Ook voor een persoonlijk gesprek met de Vlaamse volksvertegenwoordigers kan je terecht op het Festival van de Politiek. Bezoekers kiezen een parlementslid van een van de 7 politieke fracties en leggen hem of haar gedurende 5 minuten een vraag naar keuze voor tijdens een van de speeddate-sessies. En wat blijkt, veel politici maken een betere indruk in het echt dan in de media. Op tv ziet je die allemaal wel zitten en dan denk je van wat een domme uitspraak doen die nu weer. Als je er nu even mee kunt praten, dan kunnen ze dat beter uitleggen en dan snap je wel beter hun standpunt. Dus jullie vinden het wel een goed initiatief eigenlijk? Ik vind het een zeer goed initiatief. Echt waar, ik ben een aangenaam gast. Praten over politiek maakt dorstig. Op naar de bierproeverij in de Lokette dus. Je gaat straks een bier proeven, 1 of 2, ja, waar puur door de gist je vrij fruitachtige elementen krijgt. Er zit geen grammetje fruit in die bieren. Maar je krijgt eigenlijk door de esters, noemt men dat dan, de aroma's die gevormd worden door de gist, een heel breed palet. Sven Gats, in een vorig leven nog Vlaams parlementslid voor Open VLD, is nu directeur bij de Unie van Belgische Brouwers. Hij geeft meer uitleg bij elk bier dat de revue passeert. Het ruikt een beetje naar de stal, zeggen sommigen. Hè. Dat is een beetje ammoniak die je in de geus moet hebben om een goede geus te hebben. Hè. We gaan nu eens proeven. Gezondheid voor de geus. Als ik eerlijk moet zijn, heb ik daar niet veel verstand van. Maar ik proef wel of het zoet of zuur. Maar al die kruiden en die andere dingen die er in bier blijkbaar zitten, heb ik weinig verstand van. Ja, ik vind het wel leuk. En we leren een beetje bij, hè. Ik denk dat we het nog eens moeten proberen. Een applaus waarvan ze thuis denken... Ik heb echt zo'n spijt dat ik niet heb ingeschreven. Zullen we nog eens proberen? Afsluiten doet het Festival van de Politiek met een streepje muziek. Binnenkort zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Dat is ook te merken aan de keuze van het repertoire en het gelegenheidsorkest. Wij zijn de Harmonie van Ypriana, Koninklijke Harmonie Ypriana, en tussen 90 jaar jong ongeveer. Wij zijn een harmonie die ontzettend veel in Ypres optreedt, die ook de speciale lastpostplechtigheden verzorgt, maar daarnaast ook internationale dingen doet, nationaal, internationaal. Zo hebben we bijvoorbeeld 4 jaar terug een concerttournee gedaan in China. Vorig jaar stonden we op het podium van de Nekkanacht in het Sportpaleis in Antwerpen. Laat ons zeggen dat we eigenlijk een heel veelzijdig orkest zijn. Zo'n 3000 bezoekers over het hele weekend is de 2e editie van het Festival van de Politiek een groot succes te noemen. Het is een concept dat duidelijk aanslaat, zelfs bij toevallige bezoekers uit het buitenland. I would like to tell to the Spanish politician they have to organize also this the politician day and meet the ordinary people. This contact for me, it's quite new, and I would like to transmit that to the Spanish regional parliament. Ik juich zoiets toe. Ik denk dat het de burger dichter bij de politiek kan brengen. En vooral, het is heel laagdrempelig. En ik denk dat dat wel een zeer goed initiatief is. Staat die man. Smaak. Heel druk, heel druk. Ik zou mijn ijsje even. Ja. Zo, hè? Ik niet thuis niet. Ik heb ze zelfs bij BTM niet.